Innovatie, jongeren, techniek en zonnebootracen. Dat is de Dong Energy Solar Challenge. Een race waar diverse teams om de wind strijden door duurzame maritieme technieken in te zetten bij het bouwen en varen van een supersnelle zonneboot. Drie teams komen van de Technische Universiteit Delft, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Koninklijke Marine. Met hun opleidingen vormen zij de toekomst voor de maritieme sector. Deze studententeams brengen hun opgedane kennis bij de race in praktijk. Een unieke mogelijkheid om de geleerde duurzame technieken uit te testen. Maritime by Holland volgt met interesse deze studenten op hun pad naar de Dong Energy Solar Challenge. Zij steunt de teams in hun sportieve prestaties en hoopt hen ooit terug te zien als werknemer in de maritieme sector. Met hun opleiding, kennis van duurzame maritieme technieken en sportieve instelling zijn zij uitermate geschikt voor de vele afwisselende banen die beschikbaar zijn in deze sector. Maak alvast kennis met de maritieme studententeams. Deze boot gaat zo meteen vliegen en dan gaat hij misschien wel klappen maken. Het is nog niet helemaal stabiel. We zijn namelijk bezig om nu heel het systeem stabiel te krijgen, zodat de boot mooi op draagvleugels vaart en ook mooi als een zonnetje over het water gaat vliegen. Ik ben Rick Pomstra, ik ben projectleider en teamleider van het KM Solar Team. Dit is onze boot, eerste V20 boot. Grote uitdaging, we hebben nog niet gevaren. We hebben in totaal 26 zonnepanelen op het dek liggen. Aankomende week is het voor ons een grote uitdaging om toch nog de boot voor de inspecties helemaal technisch gereed te krijgen. Deze boot die wij hebben gebouwd weegt zonder bestuurder 175 kilogram. De bestuurder is 70 kilogram, dus dat maakt een totaal van 245. Vier zonnemodules aan boord, dat levert ons ongeveer 1000 watt aan vermogen op als het mooi weer is. We hebben ook echt gebouwd niet zozeer om ook de race te winnen, maar ook om te demonstreren wat varen op zonne-energie is. Dus we hebben ook een hele degelijke boot gebouwd. We hopen eigenlijk wel dat we toch, ondanks dat het een degelijke boot is en relatief zwaar, dat we wel een goede prestatie neer kunnen zetten tijdens de race. Verhalen in een wekelijkse blog op de website.